Economisch bekeken. Paragraaf 1. Beloning van werk. Van hoofdstuk 2. Geldzaken. Loonverschillen. Als je werkt voor een bedrijf, dan krijg je daarvoor loon. Lonen verschillen per functie. Dat noemen we loonschalen. Hoe hoger de functie, hoe hoger de loonschaal. Loonsverhoging. Als je ergens al langer in dienst bent, dan zal je steeds meer gaan verdienen. Je kunt natuurlijk ook meer gaan verdienen doordat je een andere functie gaat doen of dat je meer uren gaat werken. Extra beloningen. Iedereen krijgt één keer per jaar vakantiegeld uitgekeerd. Maar er zijn bijvoorbeeld nog meer extra beloningen. En die extra beloningen kunnen bijvoorbeeld zijn dat je extra geld verdient omdat je hebt overgewerkt, of je krijgt een toeslag omdat je een nachtdienst draait. De gratis bedrijfskleding. Als je een beroep hebt waarbij bedrijfskleding gebruikt wordt, dan betaalt de baas deze voor je. Bij de meeste werkgevers krijg je ook koffie en thee gratis. En sommige mensen hebben een telefoon van de zaak. Dit soort zaken zie je allemaal niet terug op je salarisstrook. Dit noemen we loon in natura. Loon in natura betekent dus dat je in iets anders uitbetaald krijgt dan geld. 23 jaar en dan. Als je 23 jaar bent, dan heb je recht op het minimumloon in Nederland. Vanaf dan zal het alleen nog maar stijgen. Ben je echter jonger dan 23 jaar, dan heb je recht op het jeugdminimumloon. En hoe jonger je bent, hoe minder je verdient. Als je een eigen bedrijf zou hebben, bijvoorbeeld een bakkerij, dan ben je niet meer een werknemer, maar een ondernemer. Als ondernemer zijnde krijg je geen salaris. Jij wordt betaald uit de winst die jouw onderneming, jouw eigen bedrijf, dus haalt.